Morgen! Welkom bij weer een nieuwe vlog. Superleuk dat je kijkt. Wij zijn onderweg naar Maastricht. Vanmorgen heb ik een klein beetje tekst en uitleg gegeven over de tachograaf. Want het zijn geen schijven meer, het is gewoon een passie. Het bedje, die staat voor rust. Die kan je zelf indrukken. S'avonds als ik klaar ben, zet ik hem altijd op rust. Zodat de nacht rustig goed op komt te staan. Nou waren we gisteravond om 7:10 klaar. Ik ben vanmorgen om 4:30 weer begonnen. Dus dat is 9:20. Dat is de minimale rust die je ongeveer moet nemen, 9:00. Dan zorg ik ervoor dat hij s'avonds op rust staat en s'morgens ook weer. Zo kan je dus je nachtrust goed op je pas zetten. En op het moment dus dat de pas erin zit en hij is helemaal gereed, staat er eerst een blokje en vervolgens komt er een hekje overheen dat je ook echt kan gaan rijden. Dan moest ik dat doen, dan weer dat nummer, dan weer dat, dan weer dat, dan weer dat. En in plaats begon hij over een hekje. Ik zeg, hekje? Goed, de tachograaf, die is dus helemaal ready. Wij zijn mooi in de toeren, onderweg naar Maastricht. En vanaf daar zien jullie weer verder. Tot straks. Ja, het is een heerlijk ochtendzonnetje. We zijn in Maastricht aangekomen. De camera moet al lachen. Ik ook. We hebben hier één pallet om te lossen. De deur is al open. Ik denk dat de bus er zo uitgaat. Dan gaan we ons even aanmelden en die pallet lossen. En de pompwagen nog even uit de kist pakken. Keerstrook neergezet en dat andere adres dat ligt weer vlak achter de aanhangwagen. Dus zo kunnen we het mooi combineren. Hoef de aanhangwagen maar één keer af te koppelen. Ik heb twee adressen lossen, pak de aanhangwagen weer en dan gaan we naar Galeen. Ah, het is wel lekker in het weer. Muziekie. Zo, nou als te zien is, deze heeft geen bok. Die heeft wel een bok. Dus nu heb ik even de hulp nodig van de cameraman. Oh, je zit meteen op de klep. Ja, mag ook. Nou, we komen op heel veel verschillende adressen. En vandaag zijn we dus bij een Indisch restaurant. In ieder geval, hier worden de voorbereidingen getroffen. Om het eten klaar te maken. Ik heb net papier even geregeld. Die zijn klaar en getekend. Dus we mochten even kijken in de keuken nemen, letterlijk. En oh ja, alles wordt voorbereid. Maar het ruikt ook super lekker. Ik krijg er gelijk trek van. Mooi, we zijn in Bitfood, Geleen. Hij staat er een beetje schuin voor, omdat het niet zo heel erg ruim is hier, oh. Zoals te zien net. We gaan hier een pelletje of 6-7 lossen. Die gooien we er even uit en dan gaan we naar de volgende. Dus we gaan naar binnen. Oh, papier heb ik ook al. Ja, ik heb er al eentje gelost, maar we gebruiken nu de pompwagen van Bitfood. Mijne staat nog in de voorste bak, dus we lossen die 4 palletplekken. En het zijn de 4 plaatsen, maar we hebben 10 pallets totaal. Dus ja, dat is lekker op 4 plekken.
Dat was hem weer. Even de balk achter de vracht en dan gooi ik de klep eruit. Daarom ging hij net ook een beetje traag de bult op bij Maastricht. Moest hij pittig klimmen met al die oliehoren en die tanken erin. Kwamen er wel. Dikke 520 pk, jong. We zijn in Maasmechelen. Ik ben hier nog nooit eerder geweest, dus we zijn de straat ingereden, maar het was een doodlopend straatje. De laatste inrit, zeg maar, dat was voor onze laadkuil. Nummer deur 2 en 3, wist ik ook niet, want daar is laden, hier is lossen. Dus ik moest hem even blind achteruit erin. Is niet ideaal, maar het is gelukt. We gaan nu die tanken lossen, het zijn 10 tanken, die gooi ik er even gauw uit en dan kom ik weer terug. Heerlijk! Ik heb lekkere chocoladewafels meegekregen. Het kan wel kloppen dat ik hier voor het eerst ben, want we lossen hier sowieso voor het eerst. Dus ik heb het primeurtje en meteen lekkere koeken mee. Maar de buitenstaande van die ventilatoren en die blazen dus al die lucht van die koek naar buiten. Dus het is ook wel lekker dat we koekie mee hebben genomen, want we kregen ook trek. Maar zo sta je in de Indische keuken en zo sta je bij een wafelhandelaar. Nou, skitterend. Ik ga die wagen van de deur afhalen, luchtvering in de rij staan, want het zijn vrij lage dokkies. Deurtjes dicht en dan gaan we naar de volgende. Test, 1, 2, 3, test, loop de camera, oké, actie. We moesten los op 7:30 over. Oké. Nou, we zijn er, in Genk. Mogen jullie lossen, ik moet gewoon zelf lossen met de klep. Ik heb een elektrische pompwagen overin staan. Dus die, nou, gooien we er even uit. Aan die kant. Pelletjes zijn we afgeleverd, hebben we binnen neergezet. Pompwagen terug in de auto en dan gaan we naar de volgende. Mannen bedankt, doei! We zijn hier al eens eerder geweest, Hamelt Achtel. En toen stond alles binnen helemaal vol. Nu hebben we wel mazzel dat we naar binnen kunnen. Dus de auto staat helemaal binnen, het deurtje weer dicht. Pellet hier even neerzetten we. We hebben er voor hier 2. Nou, laatste pelletje lossen. Dan zit hij er alweer op. Waarom? Het voordeel is natuurlijk als die auto's binnen staan. Van de winter bevriezen ze niet, ze worden niet nat. Ze staan droog, veilig. Het kan niet gestolen worden, dus, en geen beschadiging, niks. Dus het is gewoon top dat die auto's hier binnen kunnen staan. Ja, handig.
We zijn aangekomen bij de laatste klant van vandaag. Dat is Budel. Dus we zijn zo binnen door België weer teruggegaan naar de Nederlandse grens en nu zijn we er net overheen. Ze hebben buiten de bokken klaargezet. Of in ieder geval bok plus tank. We hebben een nieuwe moderne tank terug. Of ik bedoel bok. Hoppa. Die ruilen we even om. Laat hem meestal even zakken. Vooral die stalen bok, die wil wel eens gaan glijden als die tussen de lepels zit nu zo'n haakie, dat die juist niet kan glijden, maar die zijn er soms wel eens tussen vandaan. Ja, en dan glijdt hij even goed. Dus ik hou hem altijd even tegen, laat hem zakken op de klep, vooral als hij nog schuin staat. Dat was het dan vandaag weer. Dat was het. Het knoppenkastje weer even ophangen, hebben we niet meer nodig. De homingwagen weer even aankoppelen, is dat mooi dichtbij. Klepje invouwen, deurtjes dicht. Dan hebben we ons best weer gedaan. En dan gaan we vandaag niet naar de tender. Maar er staat een rit morgenochtend klaar voor ons. In Tiel. Dus we gaan overnachten samen met de cameraman in Kesteren. Mooie avond van maken. En dan morgen weer verder in Tiel. Dus dat is super leuk. Daar is hij weer. We staan toevallig een avondje samen op Kesteren. Dat is natuurlijk altijd super gezellig. We komen vaak collega's tegen. En nu mijn vrienden. Nou, de allerleukste, hè? Ja, absoluut. Dat dikke school, ja, natuurlijk. We gaan een hapje eten. Straks gaan we de gordijntjes dicht doen. En dan zien jullie hoe dat verder gaat. Ga je mee? Ja, ik ga mee, jongen. Hartstikke fijn. Hoor. Ah, die heeft al een heel stokbrood zitten weg in bunker hier. Hard gewerkt, hè? Krijg je honger van. Ik hoor alleen maar in mijn hele oren zaken dat van het smakken. Hij wil eigenlijk niet op de camera, moet je dit zien. Nou, heerlijk. Net zaten we nog aan tomatensoepie. Nu hebben we schnitzel gouden net, in ieder geval. Wij twee. Lekker vers biertje erbij. En zometeen even douchen. Ze zetten zometeen ook voetbal op. Dus gezellig met al die andere chauffeurs even voetbal kijken. En dan straks naar de wagen. Eet smakelijk. Zo, gedoucht, gegeten, lekker gezellig samen met Renier, even voetbal gekeken, morgen weer op tijd wekkertje, dus we moeten een beetje op tijd naar bed. Ik ga even lekker ronken op mijn V8, schoon niet aan kussen. Ik kan er nu al van genieten. Wij gaan morgen verder, deel 2 gaat volgende week online. Zie ik jullie dan, welterusten.